Regisseur Wilfried Komen heeft voor zijn film vier slachtoffers geportretteerd. Drie van hen raken op 9 april 2011 zelf gewond door de kogelregen van Tristan van der Vlis. Maar Komen vindt het verhaal van de vierde persoon het meest bizarre. Mazloum Youssef, de zoon van de op de parkeerplaats doodgeschoten Syriër Nadim Youssef. Omdat wij ons allemaal over het algemeen redelijk veilig waren in Nederland. Je gaat er niet van uit dat hier zomaar iets in Nederland gebeurt. Dat is iets, weet je, dat gebeurt in het buitenland. En dan komt een vluchteling uit Syrië, komt hier naartoe om hier veilig te zijn. En hier wordt hij uiteindelijk doodgeschoten. Dat is het meest indrukwekkende, het meest bizarre verhaal eigenlijk. Dat het meest symbool staat, denk ik, voor waar deze documentaire over gaat. Tot 2005 heeft mijn vader veel gewerkt aan politiek. Mijn vader liep ook gevaar. Hij had een bom geplaatst in zijn motor. En dat was zaterdag ook. 9 september, zaterdag. Hij startte de motor 3 keer. De derde keer ging hij ontploffen. Hij heeft het overleefd. Daarna moest hij snel vluchten. Daarna zijn we naar Nederland gekomen. Eind 2006. In de film komt aan bod hoe het nu gaat met de slachtoffers. Maar de hoofdvraag is hoe het is om zoiets als het Ridderhofdrama mee te maken. Het is zo bizar. Je gaat naar de supermarkt om boodschappen te halen. En op je plotseling ben je verwikkeld in een tafereel dat je eigenlijk alleen maar kent uit Hollywoodfilms. Hoe is dat om zoiets mee te maken? De film Het Drama van Alphen, 5 jaar later, wordt aanstaande maandagavond om 9:05 uitgezonden op NPO 2.